Jonge ondernemers van de Leo Eliasterstraat en omgeving claimen de middenberm om economische activiteiten te ontplooien. Zij zijn al langer dan een jaar bezig met het districtscommissariaat van Paramaribo Noordoost om hun zaken in orde te krijgen. Volgens Patrick Grando, districtsecretaris op het commissariaat, moet er bij diverse instanties worden nagegaan als de ondernemers toestemming kunnen krijgen de berm als zodanig te gebruiken. Er moet volgens hem eerst ordening plaatsvinden voordat de jongeren gefaciliteerd kunnen worden. Uit ons onderzoek blijkt dat het gros van de mensen geen vergunningen hebben, nog toestemming. Toch? Dus vandaar dat ik zei dat het jaren gedoogd is geworden. Maar nu met de ordeningsgedachte van onze DC, de heer Nerkes, denk ik dat we nu ertoe overgaan om de mensen vergunningplichtig te maken. Dan wel toestemming te laten aanvragen. De bedoeling is dat het terrein, een berm, tussenberm of wat dan ook, er gebouwd mag worden, maar niet nagelvast. Er moet zodanig gebouwd worden dat indien de overheid het terrein, het stukje terrein, weer nodig heeft, zo'n gebouw, zo'n optrekje verplaatst moet kunnen worden. Dus vandaar dat wij voorstander zijn van het bouwen op neutes of het mobiel maken van de stands. Grando gaat ervan uit dat de overheid deze jonge ondernemers zeker zal stimuleren, zodat zij hun eigen inkomsten kunnen genereren. Eugène van Dams, vertegenwoordiger van de jongeren van de Leo Eliasterstraat, zegt dat het gebouw op de berm door hun is opgezet. Echter heeft een onbekende intrek genomen in het gebouw en beweert nu de rechtmatige eigenaar te zijn. We staan hier zo voor het gebouw dat we in de jaren 90 hadden opgezet. En op een gegeven moment werd het stopgezet vanwege, ik zal het maar zeggen, een paar misverstanden, toch? Maar we zijn weer van plan geweest om activiteiten hier te starten. En op een gegeven moment komen we te stuiten, want een andere manier claimt hier zo te hebben. We hadden een mooie plan opgezet om een car wash, een barbershop, toch? Ook een fitness gym zo. En ook een security voor de buurt. Dus buurtwacht. De jonge ondernemers van de Leo Eliasterstraat die op de middenberm activiteiten wensen te ontplooien, zijn door Grando uitgenodigd voor dinsdag 18 juli op het districtscommissariaat. Er zullen dan nadere afspraken gemaakt worden ten aanzien van de berm.